Hoe komt er nou leven in die dorre, zeer dorre beenderen? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag vanmorgen ook voor ons. Hoe komt er nou leven in deze zeer dorre beenderen? Ezechiël moet gaan profeteren. Hij moet gaan preken tegen die dorre beenderen. Ja, maar dat heeft toch helemaal geen zin om te gaan preken tegen die vlakte vol dorre beenderen. Vergeef me het voorbeeld, maar als ik naar begraafplaats Duinrust zou gaan. En dan gaat ze op dat kerkhof heel hard staan roepen tegen al die mensen die daar begraven liggen. U kent het kerkhof. Ja, dan zeg ik toch, die man is niet goed bij zijn hoofd. Denk je nou echt dat daar iets gaat gebeuren als hij daar gaat spreken en roepen? Iedereen snapt toch wel dat dat volslagen zinloos is. Het is toch dwaas zelfs. Preken vanmorgen. Tegen mensen die van zichzelf dood zijn. Maar wat heeft dat nou voor zin? Denk je nou echt dat dat wat uit gaat halen? Er staat hier een mannetje en die staat er wat te roepen. En zou dat dan echt wat uit gaan halen? Ik kan niet eens mezelf het leven geven. Hoe zou ik dan ooit aan iemand anders hier het leven kunnen geven? Mensen kunnen profeteren. Heer, ik kan wel naar huis gaan. Want wat kan ik nou? En wat werkt dat woord van mij, dat zwakke, gebrekkige woord nou uit? En toch preken, hè? Toch preken. Je zegt, ja, maar het is gewoon zinloos. Vanuit de spreker gezien en vanuit de ontvangers gezien. Volslagen zinloos. En toch preken. Toch profeteerde Ezechiël. Het staat er zo eenvoudig, vers 7, maar denk erom, dat is het. Toen profeteerde ik. Er staat niet, toen protesteerde ik. Dat had je eigenlijk kunnen verwachten bijna. Heren, nou vraag u iets. Dat is toch zo onbegrijpelijk en wel zo dwaas eigenlijk. Toen protesteerde ik. Heren, nou vraag u iets. Nee, toen profeteerde ik. Hij is niet met de Heer in discussie gegaan. Ja, maar Heer, u ziet toch zelf ook al deze benen, die zijn toch zeer dor. En wat haalt dat nou uit? Hij heeft de Heer niet tegengesproken. Lees hier niet overheen hoor, want daar staat wel eigenlijk een geloofsdaad. Die drie woordjes. Toen profeteerde ik. Dat is een wonder. Dat Ezechiël dat een geloofsdaad. Hij gehoorzaamde. En dat is een les vanmorgen voor ons allemaal. Als de Heere vanmorgen tegen ons zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, dat is eigenlijk net zo'n opdracht als wat Ezechiël kreeg om tegen die dorre beenderen te gaan profeteren. Net zo onmogelijk. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, wat doen wij dan als wij dat horen? Nou, inderdaad, en dan gaan we er karrevrachten theologie bij halen. En dan gaan we uitgebreid debatteren wat een mens wel kan en wat hij niet kan. Vooral natuurlijk wat hij niet kan. En hoe het wel zal gaan en ook hoe het niet zal gaan. En we kunnen prachtig praten, de een nog dieper dan de ander. Maar ondertussen gehoorzamen we niet. De Heere geeft een bevel. Toen is Ezechiël niet gaan discussiëren van kan dat wel en hoe zou dat dan gaan en wat kan ik wel en wat kan ik niet. En hij profeteerde. Hij gehoorzaamde. Gemeente, als Ezechiël was geweest als wij, dan had hij bij wijze van nou nog bij die vallei gestaan. Met al zijn redeneringen.